Hier zijn we. Goedemorgen, goedemiddag of goede En uh, welkom. Dit is een praatprogramma waarin gepraat wordt over alles wat met woorden kan gezegd worden. En dat die mooi is. Vandaag zit bij mij de enige echte Herman Brusselmans. Dag Herman. Dat of zoals ze in de Verenigde Staten van Amerika zeggen. Herman Brusselmans. Ja, ik weet niet of ze in de Verenigde Staten van Amerika ooit al mijn naam uitgesproken hebben. <laughs> ben je ooit al, ooit al geïnterviewd geweest door uh, buitenlandse pers? Uh, nee, uh, ja... Ik, Buiten Nederlanders ik, 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 heb, ik heb een aantal vertalingen uh, van mijn boeken in het Frans, één boek in het Duits. En dan is er een zowat stroom van vertalingen gekomen naar aanleiding van de film. Ex-drummer, gebaseerd op mijn boek en dat blijkt zo aan een cultfilm te zijn in de underground van bepaalde landen. Ja. Dus, en dan is het boek vertaald in het Italiaans, in het Tsjechisch, het Roemeens. En van de week kreeg ik nog bericht dat het ook vertaald wordt in het Moldavisch. <laughs> Moldavisch? Op 500 exemplaren. <laughs> Hoezo, wauw, <Ik lacht> hoe heb... zouden ze daar hun naam uitspreken? Ja, <laughs> ik weet niet eens uh, welke taal dat ze dat spreken. Nee, ik zou dus, het niet uh, weten, eerlijk ja, gezegd. Ja, ja. Bon, uh, Frans en Marta. Als we dan naar u roepen, dan reageert u ook wat. Dat zijn u twee. Dat zijn mijn uh, initialen, ja. HFM. En Frans was uh, de grootvader aan snedenkant. En Marta de grootmoeder. Moeder, aan de hoop ik, ja. Zo ging dat niet. Ja, zo werd dat verdeeld, ah, ja. inderdaad. Ja. Um, 9 oktober 1957 ben je geboren. 56 jaar geleden, ja. Herman. Verschrikkelijk, hè? <laughs> Amai. dat maakt van jou. dus... Uh... Het, het lijkt alsof het gisteren was. <laughs> Je bent een 50-plusser, maar ik denk dat weinig mensen dat weten. Ik was verrast toen ik zag: 56 jaar. Ja, ja. Dus het is niet 65. Hè. Dus ja, en je, kunt, je kunt erover zeggen wat je wil. En mensen zeggen: je bent maar zo oud als je je voelt. En je ziet er jonger of eruit ziet, ja. ja. Enzovoort. Maar ja, dat is allemaal. Dus je praat voor de vak, want je bent effectief 56. <laughs> En ja, je, je, je hebt al een heel stuk verleden. Als je achterom kijkt, is groter dan wat, als je vooruit kijkt wat er nog volgt. Ja. Ik ben natuurlijk al onder 13 moeten worden om nu nog niet uh, in het pen te zitten. Ja, ja. Je, je, je bent geboren in Hamme. Ja. Hamma, is dat in Hoost-Vlaanderen Hamme? Hamme is Oost-Vlaanderen tussen de en Sint niklaas En is daar een ziekenhuis of was dat? Was dat het, dus het moederhuis, dat was toen een moederhuis. Dat, dat, is, dat is dan uh, gesloten. Waarom? Omdat er te nee. veel lelijke kinderen geboren werden, hebben ze dat gesloten. Stoken. Dat was een vloek op. Ja, maar pas op, Hamme is niet zomaar een gemeentetje. Het is de tweede grootste gemeente van Oost-Vlaanderen. Ik bedoel niet, de steden niet meegerekend. Ja, oké, okay. gemeente. Top, ja. Hè. Dus dat is al niet slecht om daar vandaan te komen. Ja. Je bent een Belgisch schrijver, dichter, columnist en nu komt het TV-figuur. Ja, er, man, je hebt het wel gemaakt, hè? Ga, dat tv-figuur is daarbij gekomen. Dus ik heb ten eerste interviews gedaan in, in, in praatprogramma's ja. over literatuur, maar ik ben daarnaast ook dingen gaan doen Dan los heb je van de literatuur. Gezegd. Dingen gezegd. Maar ik ben ook dingen gaan doen los van de literatuur, puur voor tv. Ik ben voor tv gaan schrijven. Hè. Uh, ik heb een column gehad. Een, een TV-column in het huis van wantrouw wat yes, ja. begin, jaren, eind jaren, begin jaren, het een ja. succesvol programma was. Ik ben dan geregeld gevraagd om dingen te doen voor, voor tv. En op den duur wordt zo de scheidslijn tussen mijn core business, het ja. schrijven en wat er rondkomt, het verschijnen in de media, die grens wordt zo wat vervaagd zo'n ja, beetje. Ja. Zo, hè. Maar heb je dat ook niet nodig dan om zaken aan de man te brengen, zoals jouw boeken? Promotie is al sinds nodig. Ik denk dat de maar... daar zeer blij mee is. Ja, maar toch is de link tussen uh, het verschijnen op tv en de verkoop van mijn boeken is eigenlijk weg. De mensen zien mij op tv en ze denken: Ah, Dienermis en langar is daar ook weer. En dat ik dan boeken schrijf of dat er een nieuw boek van mij uh, uit is. Dat wordt dan wel eens overgeslagen door de, door, de, door de interviewers. Het gaat dan vaak ook over mijn privéleven, waar ik trouwens ook over schrijf. Ja, ja. Dus het is dan ook logisch dat dat te pas komt. Maar ik ben, ik ben, voor mezelf ben ik nog altijd een schrijver. Dat is de basis. Wat, wat ik schrijf, de literatuur, de koer. En de randactiviteiten zijn voor de fun. Voor de fun. En ja, het is ook vaak financieel interessant. Dus ik doe opdrachten voor tv, radio uh, en, en, en de bladen. Hè, want ik heb acht maar waarom, waarom doe je nog dingen voor het geld, Herman? Maar ik doe ze niet per se meer voor het geld, maar goed, ik, ik, ik ga ook niet dingen gratis doen. Als ik iets schrijf en ik breng dat voor tv of. of of, of voor, voor een blad, want ik heb acht kolomslopen. ja, Dat is wel logisch dat ik dat kan dat daar iets wordt. tegenover staat, ja. Herman, je hebt ook gestudeerd. Je hebt Germaanse filologie gedaan. En dat is afgeschaft ondertussen. Die namen ah, bestaan er meer. En hoe heet dat nu? Dat is nu talen, taal, taal en letterkunde. Kijk, Germaanse filologie moesten kiezen: tweetal, het uit uit viertal. Dus Nederlands, Engels, Duits en Zweeds. Ik heb Engels-Nederlands gedaan. Ik ben dan in feite Angliest, want Engels was mijn uh, hoofdvak. En, uh, en nu kun je om het even welke twee talen kiezen. Je kunt Nederlands en Spaans, je kunt Frans en, 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 en Italiaans. Dus dat, dat is allemaal een beetje veranderd. Maar goed, voor mij is dat een goede basis geweest om verder te gaan in, in de literatuur. Hè. Wel Een goede basis, maar na die studies heb je ook even in een bibliotheek gewerkt ja in de bibliotheek wat van de... dat een saaie omgeving voor, voor wel dat was een beetje een raar geval dat was de ontspanningsbibliotheek van de RVA en wat wil dat zeggen dat de mensen <laughs> <de R> <laughs> ja de mensen die bij de RVA werkten konden romans en dateboeken en zo komen uitlenen bij mij dat was dus een dienst uh, voor de werknemers van de RVA was hij dan ambtenaar ik was uh, ambtenaar, ja. ja. Ik heb dat vijf jaar gedaan. Ik had toen, toen ook zo'n statuut, dat heette toen in de tijd nepstatuut. statuten. Je had DAC en ik was TWW, te werkgestelde werkloze. <lacht> <lacht> en ik verdiende 21.000 frank in de maand. Dus. Uh, nu lachen we daarmee, dat is 500 euro, ja, 550 tijdens, euro, maar geweest. toen, uh, mijn, mijn eerste vrouw, verdien, die was ook Germanist, die verdiende 23.000 frank. dus samen hadden we 45.000 frank. en wij konden er heel goed van leven. Dat kan ik mij goed voorstellen, ja. Het, dat is 30 jaar geleden ongeveer, ja. ja. Uh, dus dat heb je dan gedaan en je bent ook even een succesvolle voetbalspeler geweest. Dat was daarvoor je Bas, dat was... Uh... Ah, dat was voor je studies? Dat was voor mijn studies. Ik, heb, ik ben eigenlijk, ik heb zo op het punt gestaan om een profcontract te tekenen met Lokeren in de tijd. Dat is niet doorgegaan, omwille van verschillende factoren. Ik had er eigenlijk ook geen zin in, ik ging studeren en ik had wat moeilijkheden om in het groepsverband te functioneren. Maar was je dan een goede voetballer? Want je speelde linksbuiten. Wat ja, is dat ergens? Linksbuiten. Ja, dat is links van voor. Hè. Ja. Links van voor. Uh, ik was een goede voetballer. Dat kan ik nu, in alle bescheidenheid, zoveel jaren later ja, wat zeggen. wat is dan een goede voetballer? Een talent. Een talent. Uh... Maar ik heb het niet zo voor voetbal, Herman. Ik heb het voor geen enkele nee, dat sport. Dat een dat weet ik, wel. <laughs> ja. hoe, hoe. Ja, goed, goed. Een goede atleet of een goede. Uh, andere sport dat kan je gaan meten. Ah, hij loopt zoveel op de 100 meter of hij doet zoveel een ja, ja, okay, voetballen. Ja. De, 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 bij individuele sporten is niet een rapper dan de ander. Bij voetbal ja, kun je, kun je kwoteren, hè. dat quoteren. Dat gebeurt in de kranten. Deze match: 8 op 10, 9 op 10, 5 op 10, als je wat minder speelt. Maar laten we zeggen dat ik vergelijkbaar was met een soort, uh, Kevin de Bruyne. Dat is een speler van nu. Ah. Zeer belangrijke speler, speelde in Duitsland, speelde in de Nationale Ploeg, ik was ongeveer dat niveau, maar ik heb niet doorgezet, dus het is er niet uitgekomen. <coughs> en omdat ik nooit zo'n dilettant of een hobbyist ben geweest, heb ik na, uh, nadat ik <coughs> geen prof was geworden, heb ik dat voetbal afgebouwd en ben eigenlijk al gestopt op mijn 25ste. Nog wat je in lagere klasse gaan spelen, maar bij mij, bij, bij mij moet het, als ik zoiets doe, ik heb voetbal gedaan, ik uh, probeer drummen en dan later schrijven, maar dan, ik wil dat dan professioneel doen. En aan het schrijven, daar heb je vastgehouden, en dat is dan toch ja, relatief goed gelukt. Als eigenlijk, drummer had ik te weinig talent. Ja. Simpel. Ja. We gaan dan even kijken naar wat je allemaal hebt uitgebracht. Uh, het al, je allereerste publicatie. Um, wat was dat? De allereerste boekpublicatie was in 1982, een verhalenbundel, Het Zinneloze Zeilen. Dat klopt, dat staat hier. En dan de eerste roman, dat was dan voor 1984, dus twee jaar later. Ja. prachtige ogen. Ja. Uh, nu, we kennen u allemaal natuurlijk met uw weelderige haardos, die wel typisch zijn voor uw uh, persona. Maar um, in die periode, en zeker in 1985, op de opslag van De Man die werk vond, had u kort haar. En dat, dat zien we nu, dat is volledig iemand anders eigenlijk. Maar je ziet er wel uit, eerlijk gezegd, als iemand die uh, wel nog eens uh, ruig en, en stevig uit de hoek zou kunnen komen. Wel, een vechtersbaasje, eerlijk dat, gezegd. Dat haar, daar zit wel een, een uh, verhaal achter. Kijk, ik was op mijn 16e, 17e een hardrock van. Mm. Toen uh, de, de beginners van de hardrock, Led Zeppelin, Deep Purple, noem maar op, Ura, Heep. En ik wou lang haar, maar dat mocht niet van mijn pa. Dat was een, nogal een conservatieve, hè, een lang haar neer, dat is voor hippies in die tijd enzovoort, dus dat mocht niet. Dus ik zei bij mezelf, als ik ooit op mijn eigen benen sta, ga ik mijn armen laten groeien. Ja. In 1985, die foto van de man die werk vond, is trouwens genomen een paar weken voordat ik in het leger moest. Ja, dus... dus er was nog dienstpleeg, dus ik moest wel kort haar hebben. En daarna ben ik dan uit het leger gekomen en dan heb ik gezegd, nu ga ik mijn armen laten groeien. Uh, tot als mijn vader helemaal zot wordt van ambetantigheid. Maar vreemd genoeg, toen ik later dit lang haar had en een paar keer overwogen heb om het te knippen, was het mijn vader uitgerekend. Mijn vader die zei: Niet, niet, laat maar hangen, je zet er schoon mee. Dus vandaar dat ik nog altijd dit lang haar heb. En dat is vrij, vrij uitzonderlijk. Hè. Dit, dit past totaal. Niemand heeft nog lang haar. Hè. Behalve nee, nee, Guido Belcanto, <laughs> ik en Jean-Pierre Van Rossem, die trouwens ook bij de coiffeur is geweest, heb ik laatst gezien. Dus ja, je zet totaal uit een tijd. Je zet een, een, anti een antiek stuk he, met dat lang haar. Maar het zou ook niet meer uh, zonder kunnen dat lang haar. Er is al zoveel over gezegd en mensen die eens in je haar willen knippen. Het heeft gewoon geen zin. Ik denk, dat ook... nee, ik denk dat ik het laat hangen. Mocht het echt grijs-grijs worden, dan zou ik het misschien knippen. Maar, maar... Of kleuren, Herman? Nee, dat doe ik niet. Alleen. Nee, nee. Ga me niet kijk, zeggen dat je nu niet kleuren. Kijk, Bas, ik moet altijd denken. Er is ooit eens in een Eurosong-festival winnaar geweest: Toto Cutugno. Nee? Ja. En die gast, dat zal het duidelijk, als hij zijn liedje aan het zingen was, die had zijn haar gekleurd, dat was een oudere gast. En die had gewonnen en die moest dan nog iets zingen, maar door het zweten en door de spanning, ah. was, die had een wit kostuum aan, en dus al dat kleursel, tot hier zat hij volledig met een zwart kleursel op zijn wit kostuum, en toen dacht ik, dit wil ik nooit meer maken. Eh, nee. ja, ja. Dus je gaat ook nooit naar het Eurovisie Songfestival? Ja, dat is altijd in het buitenland, dus <laughs> ik ga daar niet naartoe. Nee, nee. <laughs> Goed, uh, vele jaren later, je brengt nog van alles uit, heel wat romans, maar ook een kindergedichtenbundel ja. met een zeer creatieve naam. Meisjes hebben grotere borsten dan jongens. Ja. Ik heb geen kinderen, maar mocht mijn kind met zo'n uh, gedichtenbundel thuiskomen, zou ik toch wel even nadenken. Wel, dat was het probleem. Dus het, is een het was een bundel voor kinderen uh, vanaf tien jaar, zeg maar. En het probleem is dat de, de kinderen van 10 jaar kopen geen ding, dus dat zijn hun ouders die die kopen. En veel van die ouders zijn afgeknapt op die titel. Ja, Plus ook, tegen dan ook wel mijn reputatie, hè, van, uh, dat zou wel over seks gaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat waren, dat waren echt gedichten, waar dat kinderen zot van waren. Er zat zo'n klein beetje een randje aan. Maar op zich waren... Er zaten een aantal liefdesgedichten in over pubers. 13, 14-jarigen, die verliefd worden op elkaar. Dus ik, ik, uh, ik wuif dat boekje niet zomaar weg. Ik, uh, ik vind dat een van de belangrijke boeken in mijn oeuvre. Ja. Hoeveel boeken heb je zo in totaal verkocht? Dat krijgt u toch wel vragen. Ah, dat gevraagd? zit boven de anderhalf miljoen. Anderhalf miljoen boeken. Ja. Ja, je kunt dat, de uitgeverij zal je dat precies kunnen zijn over de jaren. Maar, maar, je, maar je hebt toch verschillende uitgeverijen gehad, niet? Nee, ik heb nog maar twee uitgeverijen. Deze twee boeken zaten bij een klein uitgeverijtje in Haarlem in Holland, in de, in de Knipscheer. En dan ben ik overgestapt naar Bert Bakker, die dat dan later uh, Prometheus is geworden. Ik zit daar nog altijd bij, omdat ik zeer trouw ben. Ja. Ik ben trouw aan mijn vrouw, ik ben trouw aan mijn uitgeverij, ik ben trouw aan mijn hond, ik ben trouw aan Gent, uh, noem maar op. Ik ben een trouw, to monogaam figuur eigenlijk. Wauw. Um, en waarom? Want je hebt toch waarschijnlijk ook aanbiedingen gekregen van daarbuiten voor meer... Ja, maar waarom? Kijk, ik zeg altijd, als je in een bepaalde situatie zit en je denkt van ik wil mij verbeteren, kan het even goed zijn dat je dat je verslecht, dat je van de regen in een drup geraakt. En natuurlijk zijn er altijd wel... Dat is in een relatie hetzelfde. Je kunt iedere dag zeggen van, "Oh, en mijn vrouw, en er zijn toch mooiere vrouwen en, 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 en slimmere vrouwen. En dat kun je iedere dag veranderen. Het is tijd voor muziek, Herman. Ik ga uh, een, een deuntje zingen en, en uitbeelden, en jij moet zeggen welk nummer het is. Ik ben ja. zeker van dat je het gaat kennen. Hier ja. gaan we. Konentraan. Laktuk, kan je gaan? Uh, ja, nu ben ik het... Uh, even... Gérald en allemaal? Michel, Michel, Michel Sardou. 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 <laughs> ja. Dacht, ik, die, maar... die Franse mannen verwissel ik zo wel een keer. Ja. En waarom, uh, waarom doe ik dat nu? Omdat dat toch wel een nummer is dat we het uh, Vlaamse trouwpartijen, trouwfeesten, niet kunnen wegdekken. We doen het allemaal zo graag met die servietten rondzwieren ja, eh, en zo. Eh, eh, eh. Uh, en eigenlijk kom ik tot het punt, je bent twee keer getrouwd geweest. Hoe zagen die trouwfeesten eruit? Wel, mijn eerste trouwfeest was in 81. Zeer, zeer conventioneel, voor de kerk getrouwd in Iddergem. En mijn, mijn vrouw was van Idergem, en dan s'avonds in Alst in Alst in de grote stad Alst was dan uh, het avondfeest. Uh, was er lang du kon Marat? Nog niet. Nog niet. Dat is pas later gekomen, want ik volgens mij bestond, was misschien nog toch niet uit. Het ja. nummer was nog ja. niet uit. En dan mijn tweede trouw was in. Uh, ik was al lang bij Tanja voordat we getrouwd zijn in 2005. En dat was zonder de kerk, hè, want dat mag dan. niet nou, meer. Behalve Helmoet Lotti die mocht wel twee keer, maar die kende. de, de, de kan nu <laughs> ja. niet persoonlijk, hè. Dus, uh, en dan zijn we vrij sober getrouwd uh, op, op het stadhuis van Gent. Uh, een plechtigheid, dan een, een aperitiefken en dan s'avonds in het Keizer Zof, mijn favoriet restaurant in Gent. We hebben dan een feestje ge gehad, wat eten en een feestje voor een man of 100. En daar was, uh, had ik vooraf gezegd: jongens, geen Connemara. <laughs> ik had het al een paar keer meegemaakt en het is niet mijn ding dat ik het zou zeggen: Connemara. No. Goed, uh, gemiste zaak, maar misschien binnenkort met jouw nieuwe vriendin, wie weet. Maar ik moet eerst nog scheiden van Tanja, ah. voordat ik kan trouwen. Ik ben, ah, nog, ben nog getrouwd, getrouwd met Tanja. Okay. prachtig allemaal. Uh, Herman, jouw uh, vorige boek, hè, en hier ligt het dan. dan, gaan we er even bij nemen, want je hebt binnenkort een nieuw boek uit. Of als u kijkt na 20 februari, dan is het al uit. Hè. Uh, even spieken over hoe het heet Poppy en Eddie, daar komen we dadelijk bij terug. Maar hier nog zo'n tongtwister, de. Kwalastofond. Kollastofond, ja. Je hoeft het niet op te zoeken, want het bestaat niet. Het is een woord dat je zelf hebt uitgevonden. Ik ga het toch even laten zien. Uh, 16,95 euro zou ik er moeten voor betaald hebben. Maar uh, dankzij bol.com hebben we het hier nu gratis. Voor 12, ja. Voor 12 euro. Uh, <laughs> voilà. um, en uh, ik ga het even aan, aan jou geven, Herman. Ik ga je ook een, een balpen geven. Ik zou graag hebben dat je op de, op de, uh, de eerste pagina. De Franse pagina heet dat. Heet dat de Franse de pagina. De Franse pagina. Wel, dat je daar even. Um, het boek uh, signeert. Voor en... jou? Nee, 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 Voor Marie. Voor? Voor? Wacht, wacht. Voor, Voor Marie, ja. Marie, en dan u, van u natuurlijk, hè? Voor Marie van Herman. Nee, ik moet er niet. Wie is Marie? Maar, maar Marie bestaat toch niet? Dat gaan we dadelijk uitleggen. Ah, ja. Dus, dus, dus even... dan uh, signeer ik het, hè? Voilà. Ja, voilà. Voilà. dat moet even terug aan mij geven. Ik geef hem ook de balpen in ontvangst. Voilà. Want, uh, Herman, volgens het, uh, het Nationaal Instituut voor Statistiek is Marie de meest populaire. Ja, ja, vandaar dat het voor veel mensen. Voor, is, ja. voor, uh, de meest populaire uh, voornaam is in Vlaanderen. En er zijn er namelijk 48.604. En nu komen er, als u Marie heet, uh, of u kent iemand die Marie heet en die wel geïnteresseerd is in een persoonlijk gesigneerd boek van Herman Brussemans, dan kan u daar kans op maken. Het enige wat u moet doen is een kopie. Uh, insturen van uw identiteitskaart of van die, van die Marie die u kent. En dan krijgt u dit exclusief de verzendingskosten toegestuurd. Ja, en hoe gaat dat selecteren? Hoe gaat het de juiste Marie? Dus een onderschuldige... een onschuldige hand. Ja. <laughs> een onschuldige ja. hand zal dat doen. Um, dus ja, dus uh, ben jij een van die 48.000 Marie, het is de moment om uh, toch wel een zeer exclusief uh, boek. Waarover gaat het trouwens? Uh, over mensen en de onmacht van het individu op deze grote planeet. Schrijnend en tragie Ja, dat, is al, dat gaat al mijn boeken. Over. Ik heb altijd een hoofdpersonage, Bas. Ik heb twee soorten boeken, semi-autobiografisch. Ja, dat is het niet, dit is dit geen is serie... pure, fictie, pure fictie, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. We hebben hier te maken met een professor die onderzoek doet naar de kwalastofond. vond. Ja. In het begin van een boek weten we niet wat dat is, dat komt pas uit op het einde. Ja, en die, zit, die, die woont nog thuis bij zijn ouders, dat zijn boeren, die, die wilde uit dat milieu breken, die is nog maagd op zijn 29ste. Dus een sukkel zoals wij allen. Mijn stelling is: wij zijn allemaal sukkelaars. Of dat we nu rijk zijn of arm of, of talentvol of niet. Het komt er altijd op neer, je krijgt te maken met, met ellende en miserie in uw leven. En wij zijn allemaal sukkelaars die elkaar moeten helpen, of anders gaan we naar de haaien. En over dat vrolijk onderwerp gaat deze boek, dit boek. Ik wil wel nog een kleine, een kleine opmerking geven. Ik zie hier um, dat het boek, dus even kijken, tenzij dat je daar een uitleg voor hebt, uit 175 bladzijden bestaat. Behalve de laatste bladzijde, die is niet genummerd. Nee, maar dat is, dat is, dat is een, uh, een gegeven in de uitgeverswereld. Die er wordt niet genummerd. Aha. Dat zo heb ik nu zo net iets zeer doms gezegd, of was dat een oh, wel, zeer interessante uh, vraag? Je hebt, uh, Bas, je hebt bewezen dat je zeer weinig boeken leest. <laughs> dat is waar. Dat moet, dat moet ik eerlijk gezegd wel bekennen. Het, eh, het aantal boeken of romanzen dat ik heb gelezen kan je op één hand tellen. Het is een hand met twee geamputeerde vingers. En weet je nog welke drie boeken dat <laughs> ja, waren? Ja, um, uh, Madame Bovary Fantastisch, heb ik gelezen. Ja. Uh, On, the, uh, On the Road van ja, Jack Kerouac. Kerouac ja. En de derde ontsnapt mij. Dus zelf kunnen ja, dat er maar ja. twee zijn. Ja, okay. dus Dat <laughs> zijn dus natuurlijk dus, twee boeken uit de wereldliteratuur. Uh, dat is toch dus, niet slecht, ja, hè? Dat is, niet slecht, is niet slecht. Ik moet zeggen, ik heb er wel van genoten, van die boeken. Maar goed, dus, de eerste pagina, dat onthouden we, deze waar de handtekening op staat, uh, die heet de... Hoe is het ook alweer? De Franse De Franse pagina. De Franse pagina. Dat zijn termen uit de uitgeverswereld. Dus ja. En staat daar normaal gezien ook niet voor? Want vaak zie je dan in romans dat iemand voor een dedicatie. Mijn eerste romans heb ik dat gedaan. Uh, mijn eerste boek was, ik zal het even zeggen, en je gaat niet weten waar dat op slaat. Dat was Voor Gerdox en Voor Teet 77. Nou, dat is al, dat is geen, uh, zeer... Moet ik dat even uitleggen wat dat ja, is? Ja, als we dat kunnen. Dus mijn vrouw, mijn vrouw heet Gerda. En wij, za wij zagen eens uh, een auto rijden. Ger Van Gerdox word je warm. En dat was, dat was een merk van uh, thee of zo, van, een warme drank. Ik ben haar dan Gerdox beginnen noemen. En het heet 77 was mijn thuisadres, waar mijn ouders woonden in Hamme. Dus het was een beetje een, 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 een uh, verscholen manier om, om het aan uw vrouw en aan uw thuis. Ja. Dus, en dan die laatste pagina, blijkbaar, als u zich dat afgevraagd heeft. Kijk, iedereen leert iets bij. Uh, die laatste bladzijde wordt, wordt nooit Genummerd. genummerd. Maar, ja, ja. Dus eigenlijk bestaat het uit 176 bladzijden. Maar iemand heeft gezegd, weten we wel... Misschien plantijn die de boekdrukkunst uh, gepopulariseerd heeft, zal gezegd hebben, die laatste pagina. We gaan, we gaan die paar... Uh, ja, we gaan over, in... over 200 jaar eens iemand laten zeggen in een tv-studio hoe komt het dat die pagina niet genummerd is. Voilà. Ja. voilà. En dank daarvoor uh, wie dat dus gedaan heeft. Herman... Uh, hij is een zeer belangrijk schrijver, staat er ook altijd op de kast. Dat staat is, is al twintig jaar gelogen. Twinti ja, het is al twintig jaar gelogen. Hè. Waarschijnlijk heb het dus niet waar, natuurlijk. Maar je bent zeer belangrijk. Het is een en het voelt ook zeer bijzonder ja, aan. Het is een nieuw, het is een nieuw procedé. Hoe, hoe, hoe heet dat zoiets? Daar is nog een naam voor. <laughs> Ik weet dat soort gratis. Maar dus, als u dit boek wil uh, winnen of krijgen, dan kan dat. Maar u moet wel Marie heten. Geef toe origineel gevonden: Herman. Dus er komt een nieuw boek, hè. de Kolastofont, dat is het vorige. Daarmee heb je fortuin gemaakt in 2013. Nu 2014 is het tijd voor Poppy en Eddie. Komt uit dus op 20 februari. Als u na die datum kijkt, dan gewoon u naar de echt... winkel gaan. Eh. Gewoon gegaan, want Herman heeft u nodig. En het boek, 17,95 euro natuurlijk, want het is een nieuw boek, hè. uiteraard ook bij Bol.com te verkrijgen. Uh, Poppy en Eddie, uh, Poppy is koosdaampje van je vorige partner. Poppy stafford ja. Eh, als ik mensen gebruik, kunnen je het wel noemen, in mijn romans zeg ik altijd tegen hen zelf, voor zover ik hen persoonlijk ken, je mag zelf een schuilname uitkiezen. Dus veronderstel Bas ja. dat jij morgen in een roman van mij komt, wel, wel, welke schuilname zal je kiezen? Ik vind uh, Jean-Louis Michel wel. Jean-Louis Michel, ja, met twee Jean-Louis Michel. Michel. Ja, ja, ja. Oké, okay, dat moet ik dus omtauden. Ja. Maar in dit geval heb ik tegen Tanja gezegd: ze heeft al een aantal schuilnamen in vorige boeken. van zoek eens een nieuwe naam voor jou. Hè. Ze, is dan, uh, ze heeft dan Poppy gevonden. Poppy is een beetje een hippie-achtige, Ibiza-achtige naam, want Tanja gaat nu veel uh, zit veel op Ibiza in het natuurgedeelte, ze heeft daar een vriendin bij, bij een huis enzovoort. En, uh, en Eddie, heb ik zijn eigen naam laten behouden, is mijn hond. Was je had onze, niet te kiezen, hij niet nee, Ik heb het hem gevraagd, maar uh, er kwam niet Zet geen iemand die met je huisdieren praat? Ja. En, maar dat uh, zijn waarschijnlijk maar. Maar ik praat korte ook met mijn gesprek. moeder. Mijn moeder is gestorven in 1992. Uh, ik praat met mijn vader, gestorven in 2008. Dus ik praat, ik ben. Wat is ik gezegd... eerder in gedachten van, ach moeder toch? Is ja, dat is bidden, dat is bidden ja. tot een wezen die, dat je graag ziet en dat, dat er niet is. Ja. Dat is de schot. Ja. Mijn moeder is God. Mijn vader is God. Woody, mijn vorige hoontje, is God. Uh, mijn huis hangt niet vol met foto's van die mensen, maar ik, ik spreek daarmee. Ja. ja. Amai, dat is waar een Herman. We gaan toch even terug naar je boek, het is Poppy en Eddie Zo heet het. Um, we, we zien nu de cover. Er staat een vrouw op de cover die de hond vasthoudt. Is dat een foto, of is dat iemand die we kennen? Dat is Tanja, mijn, uh, mijn ex-vrouw dus met een preuk op. Want het boek gaat onder andere over haar borstkanker. Ook een zwaar onderwerp, maar goed, ik heb het eigenlijk niet zwaar gemaakt. Ik heb er toch een vrolijk boek willen, willen van willen maken. Omdat... En als het dan gaat over borstkanker, heb je dan over het hele proces van het krijgen, het onderzoeken en het doorleven? Of... Ja, dat wordt allemaal genoemd. Uh, moment waarop het ontdekt wordt, knobbel in, in de borst, biopsie, kwaadaardig, goed aardig, het was kwaadaardig, operatie. Maar hoeveel is er dan van waar wat erin staat? Want in je boek semi-autobiografisch, je gaat dan zaken uitvinden. Die rode lijn, het is een rode lijn. De, 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 de borstkanker van Tanya, dat is allemaal waar. Ik ga niet een heel boek schrijven over, beginnend met op zoveel de zoveelste maart werd er een knobbeltje. Dat is mijn manier van schrijven, niet trouwens. Het uh, geen verslag. Nee, er, er zijn er ook al te veel van. Met ja. alle respect voor mensen die dat geschreven hebben, maar er wordt ook veel over geschreven in de kranten, in de tijdschriften. Uh, er zijn programma's op televisie over kanker en, en borstkanker. En ik ga niet zoveelste zo boek schrijven waarin is uitgelegd wordt wat dat is, borstkanker. Bovendien dat denk ik ook de niet dat de mensen een boek van u zouden kopen om... Alleen om maar om... Ja, ja. ja, nee, dat... dat, dat, dat. Ik, ik, mijn boek gaat nooit over een specifiek onderwerp. Kijk, uh, Watervrees tijdens de verdrinking. Drie boeken geleden ging over de scheiding tussen mij en, van mij en Tanja, maar niet alleen daarover. Mijn volgende boek zal gaan over het ontmoeten van mijn nieuwe vriendin Melissa, maar niet alleen daarover. Ja. Ja. En wat is dan haar schuilnaam? Heeft ze die al mogen kiezen? Manon. 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 Of Manon. Of Manon op oh ja, zijn, zijn Frans. En, en uh, komt dat van Manon Desours van? Die, die filmreeks? Uh, nee, ze, ze, ik heb gezegd, uh, zoek... Of ze, ze zeg mij uh, een, een, een favoriet naam en dat is... Een, een, Bedenk maar ja. wat en dat is. Voilà. En het volgende boek heet... Trouwens, het, uh, het volgende boek is een detectiefroman, dat komt in september. Het boek daarna heet Poppy en Eddie en Manon. En dan ja. zal er ook nog een boek komen, Poppy en Eddie en Manon en... Puntje, puntje. En daarvan waarschijnlijk... Vriendin, ja. Nee, dat komt waarschijnlijk de naam van ons kind. Als we tegen dan een kind hebben. Kijk, is dat, is dat, is dat iets dat bruist? Is, is, Wel, is dat ben, de heer ik, Melissa die ontvankelijk is of heb jij daar? Ja, ik ik, Tanja uh, heeft gezegd toen we elkaar ontmoeten uh, en ik was 34 en ik wil dat al vrij snel weten van een vrouw. Wil jij kinderen? Tanja heeft gezegd: ik wil geen kinderen. Ik had er respect voor. Nu ben ik 56. Ik heb iemand nieuw die 25 is en die kinderen wil. Ja. En natuurlijk, ik kan een, een oude vader zijn als het al gebeurt. En, uh, maar goed, dat, uh, ik, dat is, is zo'n avontuur dat eraan staat te komen nadat ik had gedacht dat ik het nooit meer zou beleven. Maar zelfs op uw 56e Bas moet het toch nog een beetje bruisen. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En, 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 en die, die drang hebben om, om, om nalatenschap te hebben. Ja, plus als je een vriendin hebt van 25, dan gaat het automatisch wel bruisen, om het eufemistisch <laughs> te zeggen. <laughs> Prachtig. Herman, we gaan uh, van het bruisen naar het internet, want het is me wat allemaal, hè? dat internet. Hè? Kijk, ik, uh, ik doe niet mee. Uh, ik Wacht, Herman, op... zeg je ja. nu zo net: ik doe niet mee aan internet. Ja, ik, <laughs> maar ik, je hebt toch geen keuze? Ja, ik heb geen keuze. Ik doe natuurlijk wel mee aan internet. Ik google en ik zit op YouTube enzovoort. Maar <laughs> ik, zit niet, ik ben niet mee met de sociale media, laat ik het zo zeggen. Ik zit niet op Facebook, ik zit niet op Twitter. Ik heb daar trouwens ja. laatst nog een, uh, een, een, een gedoe ja. mee gehad. Ja. Hè? Iemand. En, ja, daar ging ik uiteraard naartoe. Hoe heet die kerel ook alweer? onder hè, de, de, de schuilnaam HFM Brusselmans, jou, jouw echte naam. Twitterde die kerel dingen. Daarop heb je dan een filmpje opgenomen. Gaan we toch even kort naar kijken. Uh, je gaat iets doen als hij er niet mee stopt. Ik richt me hierbij tot HFM Brusselmans, die valselijk onder mijn naam tweets de wereld is stuurt En die tweets zijn belachelijk, niet grappig. En als hij er niet mee stopt, klop ik op zijn baas. Enfin, ik kan niet op zijn bakken slaan. Ik, heb je dat ook gedaan? Ik op... heb het niet gedaan, want ik wist natuurlijk niet wie dat was. En weet je het wie het is? Want die kerel heeft het dus ondertussen de account verwijderd. De dag nadien was de account ja. verwijderd. Dus... dus hij heeft toch nog een, een dag bedenkt, bedenktijd gehad? Ik, ik weet uiteraard niet wie dat is. Nee. Ik zou en... dat kunnen onderzoeken. Want in principe, kijk, in principe, uh, dat is stelen van identiteit. Die gast heeft mijn identiteit overgenomen, mijn naam en een foto. Maar nou, wat, de... wat twitterde hij trouwens? Wat is onmogelijk te vinden nu? Het is verwijderd. Ja, hij twitterde allerlei onzin van, ik heb een nieuw boek uit en ik ga morgen signeren en overmorgen ben ik op tv, dus die sprak echt in mijn naam. Ja, en dat effectief correcte zaken dus. Effe... De ja, dag correcte zaken, je zo... maar ook zaken die niet kloppen. Ik heb vandaag dag eten en dag eten en morgen uh, ik ben ik vroeg <laughs> naar bed gegaan. Dat is en... het belachelijk eigenlijk. Ja. De stelen van identiteit is strafbaar, dus je kunt in principe naar de politie gaan. Nou, en die mensen van Twitter kunnen dan waarschijnlijk onderzoeken van waar die Twitter. Ja, maar dat is hebben. moeilijk, want ik heb Twitter uh, contact gezocht. Met Twitter, de Twitter België, Twitter Europa bestaat klaar, blijkbaar niet. Je moet dus naar Amerika. Ja, dus en daar liggen ze echt, eh, echt niet wakker van. Uh, nee, van Herman uh, Brusselmans. <laughs> Zij um, hebben dus een, gelukkig he, die, die account, die kerel of die vrouw, wie weet, heeft dat, dat kan, kan uh, verwijderd. dus heb je dat uh, filmpje gepost, dus op Instagram. Um, dat platform heb je gebruikt, niet YouTube of zo. Ja, Melissa ook. heeft dat gedaan. En inderdaad, vriendin, ja. op de account van uh, Melissa. Hoe, hoe gebeurt dat dan van Herman Stijs tegen de muur? Ik ga al ja, filmen. Ja, en... ja ze zei, ik, ik zei al een tijd: ik ben het beu. Ik bedoel, het is niet plezierig dat er iemand u, nee. u, 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 onder uw naam dingen doet. En Melissa zei: kom, we gaan iets proberen: uh, Filmpje filmpjes, al. Instagram en dat kreeg je nog veel retweets en ja, likes ja, ja, ja. en al die shit. Veel ja. mensen uh, hebben het gezien, ja. bij andere woorden. En dag nadien uh, hebben we het dan terug eens ingetikt, HHFM enzovoort, en stond er iets van deze account is niet... Ja, gedesactiveerd en dat hebben wij... Hebben wij uh, ook gezien. Maar dus het internet. Hè. Je hebt dus geen Twitter, geen Instagram. Uh, je, wel e-mail, wel GSM, SMS. Ja, dat soort ja, zaken ja, doe ja, je wel. Ja. Dat is natuurlijk niet internet. Ik heb, een, uh, ik heb nu laatst een ding gekocht, een iPhone 5S. Dus het is een recente model. Ja. En ik kan er alleen maar mee bellen en SMS. Maar, alle andere functionaliteiten die. Dat is niet te schatten, maar het is dommerig dat ik erin ben. Ja, Echt, ja en het kost dan ook handenvol geld ook. Uh... Het was een duur toestel. Ja, ja, dat zal wel. Maar dus, en je hebt ook geen eigen website. Er zijn wel twee websites, Herman, ja. waaronder uh, brusselmans.be en, en brusselmans.com. Je hebt dus al een .com, dus Hermanbrusselmans.com. Ja. Uh, bestaat, maar daar heb jij geen. Uh nee, maar het is nu toevallig dat je het zegt. Ik ben nu bezig met een, 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 uh, een meisje, een jonge vrouw die dat soort dingen doet en die gaat nu. In mijn naam een website gaan maken. Ah, ja, toch, ja. Ik ben daarmee bezig. Maar dat bestaat nog niet. Maar dus, die websites die er nu zijn, natuurlijk zijn er mensen in onze samenleving die daar naartoe surfen en die denken dat jij daarbij betrokken bent. Ja. En wat doen zij dan? Zij sturen uh, berichten in voor jou persoonlijk met bedenkingen van alle aard. Ja. Uh, Laat het nu het toeval wezen, Herman, dat we hier een aantal van die uh, leuke opmerkingen en inzendingen hebben verzameld. En nu, het zijn er vier, we gaan er kort even door en dan geef ik u ook de gelegenheid om die mensen enigszins te beantwoorden, ja, ja. want die zitten daar dus op te wachten. En ik begin onmiddellijk. Met een kleurrijk verhaaltje. Schrijf nu aan met: lieve meneer Brussemans, ik zou je graag iets vertellen. Ik ben een van je vele fans, maar wist je ook dat je mijn praatmaatje geworden bent. Nee, natuurlijk weet je dat niet. Jij weet alles van mij. Mijn diepste gevoelens, gedachten, verdriet zaken die ik aan niemand kan of wil vertellen. Je bent mijn imaginair maatje. Soms moet ik een beslissing nemen en vraag ik me af wat jij in mijn plaats zou doen. Tja,. Het klinkt zot, zeker schrijft deze persoon. Hey, ik ben een simpel, enigsziteerd, ik, ik ben een simpel uh, boerentrineke van de buiten die een doodgewoon leventje probeert te leiden. Voilà, dit wou ik even kwijt. Hopelijk heb je er wat aan. Warme groetjes, Katelijne. Katelijne. Daar zit ze dan, naar u te kijken. Ja, Katalijn, je mag gerust uh, verder doen op mijn website. Ik kijk er weinig naar, dus de kans <laughs> dat we... Zij is... Jij bent wel haar praatmaatje. Ja, ja, dat is misschien imaginaire. Ze zegt het zelf, nee, ja. of, of jij zegt het, uh, zoals ik ja, met mijn moeder praat. Praat zij misschien dan met mij en vertelt zij met dingen of schrijft ze een dagboek enzovoort. Dat is natuurlijk uh, zeer abstract. Ja. Hè. Ik ken maar wat, wat doe jij als... daarmee? Wie, een gewone, een gewoon iemand zoals ik, of wie er ook in de straat loopt, heeft dat soort mensen niet. Die zegt van, jij bent mijn imaginair praat... Bovendien, je hebt die vrouw nog nooit ontmoet, en het enige wat je hebt gedaan, in zekere zin, zijn boeken geschreven. En dat zal de manier zijn waarop ze met jou... Ja, maar boeken schrijven is, is, is al een soort van dialoog voeren met sommige mensen, ja. die, daar, die daar dingen in herkennen, die, die zich uh, kunnen verplaatsen in die ik-persoon, enzovoort. Maar ik vind dat soort dingen, vind ik hoewel dat ik er niet altijd van op de hoogte ben, vind ik dat een grote eer. Ja. Als je imaginair, een imaginair vriendje... Kan iedereen zijn. Ja dat kan dat kan uw u, u vent zijn dat kan de broer van uw vent zijn, dat kan God zijn, dat kan uh, Brad Pitt zijn. Ja. En ik kan dat blijkbaar ook zijn. En, ja. Van Brad Pitt naar Herman anders ja, was een, is kleine maar stap. een kleine stap voor, voor de mensheid natuurlijk. Ja, en nog een leukje: um, natuurlijk, het is niet altijd zeer positief ja, maar ook. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. <laughs> um, uh, en uh, geachte heer Brusselmans, zo heet het. Uh, ik heb mij altijd aardig vermaakt met uw proza en manier van doen. Mijn laatste aankoop, een aanbieding nog wel, was de driedubbele Mijn hoofd loopt om. Weet waarschijnlijk waarover dat is dan een boek. Ja, ja. Okay, ja. Wat een waardeloos boek en ver beneden uw niveau. Het is vandaag met het oud, oud papier meegegeven. Dus het is wel iemand die recycleert. Dat is wel ja. goed. Ik wens u verder een fijne dag toe. Maar ik ben even Brusselmans-zat. Dat gebeurt. Het uh, doet dat nu geen pijn, want jij zet daar je werk in, gemaakt dat boek, dat ja, wordt nee, uitgebracht nee. en dan gaat dat met oud papier. Buiten. Ja, je weet niet voor wie dat je dat boek maakt. De lezer is ook imaginair. Ja. Ik bedoel, dat zijn enkele tienduizenden ja. mensen. Wie zijn dat enzovoort. Maar de, de, die moeheid, die kan ik begrijpen, want ik schrijf. Continu boeken, ondertussen 64, en er zijn mensen bij die zeggen, nou 30 boeken, ik heb het gehad. Ik heb dat ook met bepaalde artiesten, ik ben altijd een enorme fan geweest van Nick Cave. Ik kocht alles, Nick Cave, wat het ook deed, solo met de Bad Seeds enzovoort. En op een bepaald moment is dat gestopt, kocht ook de nieuwe cd van die Cave niet. Waarom niet? Ik had het gehad. Misschien komt die liefde terug, over... Volgend jaar, morgen, over tien jaar, weet ja. ik veel. Maar uh, iemand blijven 64 boeken lang volgen. En met hetzelfde enthousiasme. Dat is een... Er zal altijd iets tussen zitten waar, waar. Zoals deze persoon hier. Uh, even kijken. Uh, er staat geen naam bij. Nou, dus dat lekker anoniem dan, uh. natuurlijk. Ja. Hè. Um, er zijn ook mensen die graag tips van jou willen krijgen. En ik heb toch ook hartelijk gelachen met Martin, Want dat is ons volgende slachtoffer. Uh, beste Herman Brusselaans. Waarschijnlijk zult u deze mail nooit persoonlijk lezen. Maar daar zorgen wij natuurlijk nu voor. Hè. Mocht dat het geval zijn. Hé, dan zou ik graag jouw hulp vragen. En hier komt het: ik wil graag een kort verhaal schrijven. Hoe vaak gebeurt het als schrijver dat mensen naar je toe komen die zeggen: van, Help mij om te schrijven? Zeer veel. Te Zeer veel? veel. Ik kom, ik kom niet, niet zoveel buiten, maar de kans is groot als je een paar uur op café zit of waar dan ook, dat je wel iemand tegenkomt. Meestal half of geheel beschonken. Ja. Dan, dan komen ze voor tips bij. Die dan ofwel of tegen mij zegt: Je bent een fantastische schrijver, ofwel zegt Je kunt er niks van en ik ben aan een boek bezig. Dat <laughs> zal wel wat anders zijn. Of mensen die vragen: Hoe, 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 hoe gaat dat schrijven? Ja. Hè? Uh, maar het is natuurlijk moeilijk om te zeggen. Ik, ik zou dat moeten lezen. Ik zou iets van die mevrouw moeten lezen om ja. te kunnen zeggen. Van Wel, het gaat natuurlijk verder. En ze schrijft dus: ik wil graag een kort verhaal schrijven. Maar ik heb nog nooit geschreven. En dan geeft ze toch wel een, een zeer eh, overtuigend punt, maar zeg, schrijft ze, mijn sollicitatiebrieven zijn erg goed. <laughs> is, brieven, Ze dus, is dus <laughs> nog altijd, schrijf, ze heeft nog geen werk eigenlijk. Wat ja. <laughs> is een werkloze? Martine is helaas werkloos. Voilà. En dus ze schrijft ze, ja, misschien is het zelfs een impulsieve uitdaging die ik wil aangaan, een bezigheid om mezelf nuttig te voelen. En het feit dat ik altijd alleen met u aan de toog heb willen hangen, hier komt het al, of met u een beeld of een spuitwatertje met u in de hand. Heb willen ontmoeten, dat maakt hem misschien deel van je. En Eddie is ook welkom. Ah, dus ja, ze betrekt ja. er onmiddellijk je hond bij. Dus ik In ieder ja. geval dat je een hond inbreng kan hebben bij. De Vaak tips. heb ik mijn hond effectief bij. Dus, uh, dan is dat de twee vliegen in één klap, natuurlijk. Hè. En uh, als ik al hulp wil, dan is het wel die van jou. Dus denk er maar eens over na. Vriendelijke groeten, Martin. Martin. Dat is lief van Martin. Maar ik, ik, ja, ik, kan, ik kan natuurlijk tips geven om te schrijven, maar dit zou ons te ver leiden. Dat is techniek. Ja. Uh, dat is maar je uh, zou je doen mocht er iemand jouw e-mailadres e uh, te weten komen? En, maar Bas, ik heb zo'n stapel manuscripten liggen. Van op de grond bedoel ik. Van mensen die boeken insturen, romans, soms zelfs 400 pagina's. En ik zou graag eens een groot talent ontdekken dat ik begin te lezen en ik zeg. En wow. Wauw, wat is dat? En naar mijn uitgever lopen en zeggen, kijk, dat moet uitgeven. Is dat ooit al gebeurd? Nee, nee, nee. <laughs> Dus aan iedereen, het is een slecht idee om uw materiaal naar Herman te sturen. Maar in feite moet u, moet u materiaal sturen naar literaire tijdschriften. Naar, uh, naar literaire agenten, naar uitgevers enzovoort. Want ik kan, ik kan daar niet voor zorgen dat iemand bij een uitgeverij geraakt. Nee. Dat kan ik niet voor Dus dat voor is bij deze de wereld uitgeholpen. Je helpt niet, Herman Brussemans helpt u niet voor. Ja, ik wil wel helpen, maar ik kan niet, Snapte? Het is van willen maar gekomen. Ja, wil, ja. wil, als die mevrouw mij een kort verhaal zal, zal, zal mailen, wil ik dat wel eens lezen. En, en, en wat daarvoor... is het maximale aantal uh, pagina's voor een kort verhaal? Ja, liefst geen 400. <lacht> <lacht> voilà, dus alles onder de 400 het is goed. Um, voilà. Nog, nog eentje iemand die iets in de aanbieding heeft voor u, uh, Herman. Hallo Herman, het is een andere manier, het is Herman. Hallo. Uh, uh, vrij vrij, ja. vrij familier. Dat weet ik van. Hallo. Um, wat ik te bieden heb: geen geld, maar niet armlastig. Werkzaam in het gemeentebestuur, <laughs> geef toe, dat is al. Dat is een pro. Dat is, pro. Al, dat is een pluspuntje. Een goed stel hersenen, lief, sterk. Het kan altijd interessant zijn. Optimistisch van aard, ze gaat maar verder. Eh, zelfstandig, leuk om te zien, hoe we dat ook mogen interpreteren. En, niet onbelangrijk, goed verzorgd. Ja. En Dan, de, de namen. Wacht, we zijn er bijna. Ja. Nu misschien een aantal uh, minpunten. 45 jaar jong. Ze schrijft 45 winters jong. Ze is gek op België. Wat een troef. En op 15 maart, en nu komt het, krijg ik de sleutel van mijn eigen flat in Emmen. Ja, dat zal Emmen. Nederland zijn, zeker? Ik ben daar geweest, in Emmen. Ja, ah, dat dat is, daar. Is, en dus, is in... ze, heeft eigen, ze is 45 jaar en ze heeft eindelijk haar allereerste appartement, waar ze dus nu de sleutel van krijgt, op 15 maart. Dat zal van vorig jaar zijn. Interesse? Reageer dan. En zo niet, probeer ik binnen een halfjaartje op die Lisbeth met TH. Ja, het zou kunnen dat, dat ik die vrouw ontmoet heb, want ik heb uh, niet zo lang geleden opgetreden in Emmen opgetreden. Literaire optreden ah, literair zoeken. Ja. Uh, voorlezen. Enzovoort, ja, ja. Het gesprek met het publiek. Dus dat zou kunnen dat, 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 dat ik die vrouw ontmoet heb. Het, het voorlopig liefde zeg mij niet zoveel. Er was geen familienaam bij. Maar geeft toe, 45 jaar, lief en goed verzorgd. En ja. ze, heeft, ze heeft een eigen appartement en ook een sleutel die daarbij hoort. Kijk, tegen dit soort vrouwen, ik ben absoluut gecharmeerd door de interesse, maar ik ben, ik ben verkocht. Ja, en, en bovendien 45 ze is veel te oud. Dus is iets te oud. En in Emmen, ja, dat, naar Emmen zou ik nog niet direct verhuizen. Nee. Uh, misschien wil zijn agent komen, maar het is te laat. Ik ben, dus, ik ben verkocht. Het is ja. inderdaad verkocht. En dan toch nog een uitsmijtertje die wel zeer kleurrijk is, maar goed, er zijn mensen die jou graag lezen zijn. Met <laughs> Anoniem, vet gedrukt. Hier komt het. Schrijverke van mijn voeten, onbenullig, klein, langharig, vuilspuivend manneke. <laughs> Dat sturen mensen in. That's it. That's it. Oh, ja, ja. Ge geen een hallo, geen een geachte meneer. Ja, ja. Weet je, Bas, als je iets doet, he, jij als presentator, de cameraman, gelijk wie, uh, er zijn altijd, ik zeg 50-50, 50%, /50. 50 van de mensen vinden u fantastisch en 50% vinden u een complete nitwit en een eikel. Je moet daar kunnen mee leven. En ik ben nooit meer kapot van negatieve uh, commentaren of recensies of wat dan ook, maar ik ben nooit, ook no nooit meer in de wolken van positieve commentaren, want Iemand vindt u goed, iemand anders niet. That's it. Ik bedoel, iemand vindt u mooi, iemand anders. Ja, zo mooi is je ook weer niet. Enzovoort. Dus je moet daar kunnen mee leven, dat niet iedereen je fantastisch vindt. Zeker als je iets doet waarmee dat gebuiten het volgende dat je dus doet is een uh, boek uitbrengen. Wat zijn dan zo de verwachtingen? Hoeveel uh, exemplaren moet dat verkopen voor jou? Ja, de eerste druk, uh, kijk, de verkoop van mijn boeken is wel wat naar beneden gegaan de laatste jaren. En dat hey, alles wat gedrukt is, de, de, de tijdschrift net En kranten. die e-books, dat e-books-verhaal, is dat niet interessant is, dat, voor u? De omzet van de e-books in de boekenverkoop is 0,7 procent. Wow. Dus dat is echt genoeg dat het nog groeiende ja. is, zal ik maar zeggen. Dus de eerste druk van Poppy en Eddie is 8000 exemplaren en dan als de tweede druk is dan 3000, 3000, 2000 enzovoort. Dus ik hoop, zoals met mijn vorige boeken, 15.000 tot 20.000 exemplaren te verkopen van Poppy en Eddie. Dan ben ik heel tevreden. Ja. Uh, zoals uh, hey, dit boek, De Font, uh, die dus alle Maries in huis kunnen halen, um, kost 16 euro. Laten we zeggen dat we daar 17 euro voor betalen. Uh, verzendingskosten, dat soort zaken. Uh, wat houd je daaraan over? 15 procent. 15 procent. Maar Het begint met een standaardcontract, voor het begin de schrijver is dat 10 procent, maar doordat ik een goede klant ben van mijn uitgever... Al die jaren zou dat toch al 20 moeten zijn? Ja, nee, dat, dat is niet te doen, want er zijn enorm veel mensen die aan zo'n boek moeten verdienen. Er is de uitgever, er is de drukker, er is de distributie, er is de promotie. Uh, er is de, vooral de boekhandelaar. Hè, die neemt 30% meestal terecht, hè, want die zorgt dat het boek verkocht wordt. Dus wat er in mijn geval overschiet, is 15%. En als je dat uitrekent dat, je, dat ik ongeveer 50.000 boeken per jaar verkoop, is dat een goed stuk van mijn inkomen. Ja. De rest heb ik uit mijn columns, uit mijn optredens enzovoort. Ja. Dat is niet slecht, hè? Well, ik kom daar goed van rond, maar het enige wat ik wil is. Ieder jaar weer genoeg geld verdienen om het volgende jaar weer beroepsschrijver te zijn ja. in Vlaanderen. Dat ligt niet zo voor de hand. Nee, want ieder jaar breng je twee boeken, boeken uit. Ja, twee of drie. Twee ja. of drie. Maar dus contractueel, dat staat zo vast. Nee, dat staat niet vast. Ik schrijf gewoon twee. Je brengt boeken. uit wat je wilt. Is daar nooit iemand die zegt van. kijk, op die dag moeten we alles binnen hebben om het. Ja, natuurlijk, ik heb de afspraak mijn uitgever. Kijk, het boek dat nu uh, verschijnt op 20 februari, dat heb ik binnengeleverd uh, eind november. Het moet natuurlijk een productieperiode hebben. Dat boek moet geredigeerd worden. Er moet een kaft ontworpen worden. Dat moet een eerste drukproef, een tweede drukproef. Dus hij heeft nog heel wat, wat voeten in de aarde voor zo'n boek werkelijk hier voor onze neus ligt. We moeten rekenen op een productieproces van drie, vier maanden. Maar goed, mijn, mijn Poppy En Eddie is uiteraard klaar. Maar het volgende boek, Zijk heet dat, uh, dat is ook al klaar. Dus ik ben nu bezig voor 2015. Hm. Dat is een lang, lang proces. En wanneer denk je van. Je schrijft een boek, je stopt ermee, het boek is gedaan, je zegt: Dit is goed, dit is mijn laatste boek. Nee, allee, zeg nooit, nooit, enzovoort, toekomst is onzeker, enzovoort. Maar ik ga schrijven tot als ik doodval. Het is, het is een drang, weet je wel? Het is eten en drinken en liefhebben en schrijven, hoort daarbij. Het is een drang, uh, ik wil mij uiten, niet dat iemand daar zit op te wachten, maar het is gewoon mijn manier van leven. Ik ben 24 uur per dag schrijver, nu ben ik schrijver. Ik doe promotie nu, of ik, ik, ik heb een gesprek over literatuur. Maar als ik straks in de uh, taxi zit of ik kom thuis, dan ben ik ook schrijver. Dan ben ik weer bezig, wat ga ik vanavond schrijven, wat ga ik vannacht schrijven. Dus het is, een, het, is, het is wel een roeping. Ja. Weet je wel? Het is, is een, een way roeping. of life. Ja, absoluut. En die gaat door tot, tot de life over is. Ja, 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 ja. Goed, dat is iets zeer moois. Ik neem er nog even een citaat bij uh, van jou. Vrouwen wil ik dagelijks bekijken. Zonder vrouwen zou het hele bestaan ondraaglijk zijn. Ja, ik ben een heteroseksuele man die veel van vrouwen houdt, die, die weliswaar monogamisch is, maar die heel graag kijkt naar vrouwen, de manier waarop ze bewegen, zijn, eruit zien praten, denken. Uh, uh, ik, ik, ja, ik moet iedere dag wel, wel iets hebben met vrouwen. Ik ga haar bijbrengen, want ik ga nu met Herman tinderen. Ken jij de app? Ah, wel, ik weet dat er eerst een dergelijke app was voor homo's. Hè? Dat heet, heet Grinder of ik geen zo? Geen idee. Grinder. Ja. En dan later is Tinder gekomen. En dan, je, dan zie je wie dat er in de buurt zit. Uh, op 300 meter zit iemand die je interesseert of zo. Ja, zo. Inderdaad, dat, dat gaan we nu bekijken. Ja. Ja, dus hier zijn we. Dit is een uh, smartphone, nu wel bekend Herman. Ja, ja, ja. Jij, jij bent eigenaar van een uh, iPhone. iPhone 5S. Ja. 5S, voor de duidelijkheid. Niet te vergeten. Niet te vergeten, dat zijn ook de duurste. Ik ben eigenaar van een uh, Blackberry. Blackberry ja. voilà. uh, ongeveer het equivalent van een iPhone. En dus, het betreft een applicatie, dat is een programmaatje dat daarop draait, hè, dat dus geïnstalleerd is, en dat heet Tinder. En, uh, daarop kan je dus uh, mensen die in jouw uh, buurt zich uh, bevinden, uh, zien. Maar eerst en vooral, het is gekoppeld aan een Facebook-account. Dus ik denk niet dat jij dat hebt. Een nee. Facebook ik heb dat wel, dus ik heb dat nu ingesteld met uh, mijn uh, Facebook-account. Je kan dan in instellen of je voor vrouwen of mannen gaat. Uh, ik heb inderdaad de vrouwen aangegeven. Ook de leeftijd. Ik heb nu gekozen tussen 18 en 25. Dat is nu ja, ook perfect, uw doelgroep. Ja. Ja. En uh, dan gaan we dat uh, dadelijk even bekijken. We zien nu personen in de buurt zoeken en dat is dus op zoek aan het gaan naar uh, personen in uh, onze buurt. En dus hier hebben we onmiddellijk al een eerste kandidaat. En ze heeft al een exotische naam: Janssouda. En Janssouda is 23. En wat weten we nu met deze app? Eerst en vooral, zij weet niet wie ik ben. Want nu begint het hele proces. Ofwel vind ik haar leuk, ofwel vind ik haar niet leuk. Geef haar een hartje of een kruisje. En pas als ik haar een hartje geef en uh, zij in een later fase mij ook in die app ziet, maar dan hè, in, in de mannenversie zal ik zeggen, en mij ook liked, pas dan gaan we kunnen met elkaar communiceren. Ja. Dus ze heet uh, Shansouda, ze is 23 jaar, we hebben, ze heeft vier foto's, dus als we op i klikken kunnen we even naar de foto's kijken ook. Hè. Dat is één. Ja. Dat is één, dat is al niet slecht, we, we zien uh, gesminkt. Een beetje een duckface. Ja, maar dat is misschien met, met, die, met die foto. Hier ja. zien we. Want het is duidelijk een exotisch model. Ja, ja, ik weet niet vast. Je dacht dat het Thais is. Maar klinkt niet echt Thais. Het is een noord afrikaans ja, ja, ja. voilà, We zien hier een foto met ook benen op de achtergrond. Ja, ja. Onthoud, dit is een speed dating applicatie. Dus de bedoeling is om de foto's daarop te zetten. Om dus de tegenpartij te overtuigen. Ja. Ik moet zeggen, ik ben niet zo overtuigd met dit krootje persoonlijk. Maar goed, hier zien we een vork. En ze houdt van frietjes. Ja, de, met mayonaise. Ja. Uh, dan even ver. U, ja, een beetje dat ernst. Dus is toch niet mis? Is niet mis dus hè? Ik zal ze toch dat hartje geven. Ga ze het hartje ja. geven, goed. Dan geef ik haar ook rechtsboven het hartje. Hop, dat is gebeurd. Hier zien we Valentin. Ze bijt onmiddellijk al op haar nagels. Ja. Niet gezonde. 21 is ze wel, dus dat kan plezant zijn. We gaan inderdaad eens kijken naar de foto's. Uh, Zit uit, ze ziet er ouder uit. Ze ziet er ouder uit, maar we gaan eens naar de... Kijk, oh, ja. om Waarom in godsnaam... Nee, waar staat Valentin? Ja, dat is nu... niet zeker? Is dat niet zo'n gecerkelkernier? Nee, nee, dat is, niet, dat is het niet. Ja. Maar misschien willen ze daarmee bedoelen. Ik ben een groepspersoon. Ik ja. ben een groepsmens. Uh, hier zie we haar. Mooi, mooi, mooi lang, haar. Haar, haar, en, oh, haar. Iets dat jullie gemeen hebben met ja. elkaar. Langsluik haar. Uh, no. ja, het is weer wat anders. Veel gebukte foto's. Ja, ja. ja. Van dat is misschien komt, een bochel of zo. <laughs> ja. Dus. We gaan ze ja. ook liken. Nu, natuurlijk. Uh, oh, kijk eens, dat uh, like die ook. Maar, ja. <laughs> ja, maar ja, wacht, Herman. We gaan ze. Dus eerst een foto en dan wil liken. Je bent niet geïnteresseerd in de rest. Gewoon omdat we hier een. een ja, en, Wat ja, spreekt u hier aan? Die hint van een boezem? Die zonnebril zo, en die witte tanden. <laughs> ja, het is inderdaad wel nogal wit. Maar ik ga er toch uh, nader bij bekijken. Uh, ze heeft een hond. Ja, ja, ja. Een uh, di dikke tanden. <laughs> Dat ziet er toch zo uit, maar pas op, dat ondergoed van tegenwoordig kan ook Het uh, ja, ja. is ook een beetje zo, een, een exotisch type. Ja, ja, ik moet zeggen, we zitten hier in Zavendem, dus ik denk dat we hier... Ja, wel, niet allerlei nationaliteiten. Maar doe die maar weg. Moeten die niet hebben? Nee, nee. Dat ze, allee, we gaan we rood doen. En dan gaan we onmiddellijk naar de volgende. Dit is Anna. Allee, eerst... Nee, Anna doen we weg grote glimlach Agat Agat eet Agat doen we ook weg doen we Agat niet uh, ja. Agat Ag en zo is Ag niet? Agat jeugd <laughs> zeker en dan ga ik kijken of we dat ook te zien krijgen uh, met een vriendin ja die rechts is ook hier. Uh, maar ja maar die, 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 die is zit er is dus niet bij, mee, ja. die zit er niet bij maar veel Ik, ik kijk altijd mijn vriendin zo, altijd ik met kijk een vriendin. altijd ja. met mijn ja. vriendin en hier en met, met drie vrienden ja met, drie, met twee vrienden no. nee oké okay, dus doen we weg ja. goed even kijken dan An. An doen we weg Ann en de Semeni. Car Carol, de foto is van te ver getrokken. Is te ver... Nee. We gaan, wel, dat is ook het probleem. Die foto's zijn soms van ver getrokken waarvoor je niet altijd weet wie is dat wel is. Ja. Looks are deceiving. Dus hier is ze dan, is van, met de rozen op de achtergrond. Dezelfde ja, foto. Die slechte ja. benen. Maar ja, dan krijgen we eens dus de benen te zien. Hier, ja, van dicht, ze draagt een bril en ze heeft. Tandhygiëne is belangrijk voor haar, ja, ja, want ze heeft een tandenborstel. Misschien is misschien tandenborstel Ja. En this also will change staat erbij in haar uh, om persoonsomschrijving, wat ja. helemaal niks betekent eigenlijk. En ook een bootje. Ja, ze heeft een zeilschip, dat is niet en voor mij. Nee, maar weg. Nee, weg, ja. weg ermee. Niet te veel reizen. Ja. in weg. Herman. <laughs> ja, en ondertussen blijft hij verder zoeken. Even kijken, hier is Nina en Nina. Die zet zich in voor de derde wereld, of de vierde wereld. Ja, dus die is, blanke, he? dat is Nina. Nee, ik denk... Die andere zijn negers, <laughs> daar moeten we geen rekening mee Wacht, om dat zeker te zijn, gaan we toch even daardoor bladeren. Ja, ja dat is uh, wat eigenlijk deze juffrouw... Dus die is met de... Te, te in de Franse metro, me denkt, op de achtergrond. Ja, die, die is met het, de schoolmeesteres. Schoolmeesteres. Ja, ze ja. ja, is heel sociaal voelend hier. Ja. ja, ja, ja. Nee, nee we, gaan, we gaan het niet doen. Weg ermee met Nina. Ja. Uh, Wie hebben we hier? Justine, ook een die van reizen houdt. Je ziet onmiddellijk nou, aan haar achtergrond. Weg dan, ik, 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 En ze ja. is twintig. Is dat niet iets te jong? Is wat nou, is de minimale leeftijd? Vijfentwintig. Is vijfentwintig ja. minimaal? Oké, okay, Pauline, binnen vier jaar is ze wel vijfentwintig. Oké, nog een zestig natuurlijk. Zestig. En ze houdt van Pauline, dus op lange termijn is dat geen goed nieuws. Hier is Emily. Ja, dat ziet er sexy uit. Ze, Emily speelt daar troeven uit. Te, iets te sexy. Die maar ze ja. heeft allemaal maar twee foto's. Het ah, is een danseresken. Ja. Ja. We gaan ze toch toevoegen, potfedori. Ja. En dit is Karin, opnieuw met een vriendin. Welke is Karin? Ja, daarvoor moeten we, we moeten natuurlijk op de i checken, i kijken. Ja, die blonde. – Maar weer reizen, hè? Ja. We gaan het toch nooit weten. Maar in ieder geval, en wat er dus nu gebeurt, als ik die like, ja. en met een beetje geluk komen ze mij ook tegen in deze app. En dan, oh kijk, en er komt weer een nieuwe bij. Henriette. Die, die is van Adel. Die is van Adel weg. Dat, mee. dat is de allerlaatste. Die en Emily, Emilie doen we ook weg, en Kimberly ook. En, en Katrien ook. En, goed, en zo kunnen we uren doorgaan. En als zij mij dus ook tegenkomen in deze app, en mij dus ook liken, dan kunnen we beginnen praten met elkaar. En dan uh, kan er ons misschien een uh, bloeiende toekomst tegemoet ja, uh, komen. je het zitten? Maar, ja, ik ben ook blij, maar ik, ik wou, net zoals die mensen die via uh, de website Raad aan u vragen, wou ik dat ook eens doen met u. Ja. Uh, maar ja, het is maar een beetje op de oppervlakte gebleven. <hijf> hè, want ze zijn allemaal te jong. 25 jaar, is, is jouw vriendin. Ja, ja, ja. Jonger is toch, ja, 25 is toch wel een soort mark merkpunt. Het is geen twintiger meer. Als, als je gaat in jongen... de richting van de, de dertiger. Ja, ja, ja. dat is goed. Ja. Herman, wat mag ik jou wensen? Ja, een goede relatie, een goede gezondheid, vooral van Tanja ook. En uh, nog een aantal goede boeken schrijven. That's mm. it. En gaan we dat beklinken met een stevige handdruk. Ja, dat gaan we doen, Bas. Bedankt Merci. voor het komen, Herman. En tot uh, volgend jaar, hè. Ja, volgend jaar voor het nieuwe boek, hè. En we gaan klinken met een, een, een slokje koffie een en water. Een non kopje non-alcohol, Non-alcohol. En graag dus tot binnenkort. Volgende week zit hier bij mij, even nadenken, Ja, de uh, zeer uh, berucht en beroemde uh, plastisch chirurg Herman nee, hier. Jeff. Jeff, zo heet hij. De vredigende man van Herman. Jeff, goeie bed, uiteraard. Graag dus tot volgende week. op bedankt.